Nou, dit is de ijskeuken. Dus hier bereiden we eigenlijk al het ijs. Vorig weekend was heel Nederland nog in de ban van schaatsen, warme chocomel en snert. Maar met het mooie weer van aankomend weekend op komst is het weer tijd voor een andere lekkernij. Bij IJssalon Loef in Druten zijn ze al druk aan het voorbereiden. Het weer is goed omgeslagen, van schaatsijs naar schepijs. Dus we hebben snel moeten schakelen, maar we zijn inderdaad een paar weken eerder dan andere jaren. Dus we zijn gisteren begonnen met het opzetten van de basismixen. Die moeten wel een aantal uren van tevoren rijpen. Dus deze in dit geval minimaal 12 uur. En vandaag kunnen we het verwerken tot alle smaken ijs. Pieter Loeven neemt ons mee achter de schermen waar hij zijn ambacht uitoefent. Deze mix heeft minimaal al 12 uur staan te rijpen in deze machine. Op dit moment zelfs 23 uur. En die gaan we dadelijk aftappen in kannetjes van 4 liter maken we het. En daarvan maken we het ijs. Want dit wordt dadelijk smurfijs. Dat het seizoen voor Pieter eerder begint is voor hem geen enkel probleem. Zeker niet na een jaar als 2020. Nou, wij zijn blij dat we in ieder geval open mogen om af te halen. Normaal gesproken zijn we januari en februari dicht, ja, als ijssalon zijnde. Dus wat dat betreft hebben we daar weinig pijn aan. Maar ja, het is sowieso minder. Kijk, mensen mogen niet binnen zitten. Koffiedrinkers heb je weinig. Maar uiteindelijk zijn we sowieso blij dat we iets kunnen doen. Zaterdag zullen de eerste ijsjes over de toonbank gaan. Het aanbod van smaken is misschien iets kleiner dan normaal, maar toch is er al genoeg te kiezen. Nou, ik had besloten om eens rustig te beginnen. Normaal gesproken kunnen er minimaal 26 smaken in, maar ik denk dat we starten morgen met een smaak of 12, 15. Kijk wel hoe ver we komen. Je hebt natuurlijk twee soorten ijs eigenlijk, sorbetijs en roomijs. En sorbetijs wordt bij warmer weer meer verkocht dan, dat is gewoon een frisser mondgevoel. Dus vandaar dat we nu nog meer beginnen met de roomijsjes. We hebben ook weer een ijsje van de maand en we starten deze maand met de M&M-ijs, dus... Toch ook wel weer een aparte smaak erbij. Ook al verwacht de ijsmeester veel klanten, hij is niet bang dat door die drukte de coronamaatregelen in het gedrang zullen komen. En mensen die passen zich heel snel aan. Die gaan toch echt wel op 1,5 meter staan. En we helpen mensen één voor één in de winkel. Dus we gaan niet met z'n allen voor de toonbank. En dat is afgelopen jaar prima gegaan. Dus ik verwacht dit jaar ook weer.